Dag jongens en meisjes. 2 dagen geleden hebben we de doos al uitgepakt en opengemaakt en zijn we begonnen met kleien. Vandaag gaan wij hem nog verder uitpakken en gaan we mooie popjes van klei maken. Van Peppa Pig. Zullen wij eens even gaan kijken? Hier hebben we Little Brother George. Zullen we die eens even gaan vullen met klei? Eens kijken hoe mooi dat gaat worden. Hier hebben we een potje met groene klei. Zo, en dan hebben we hier nog een potje. Eens even kijken. Hier een potje. En hier nog een mooi potje. Zo. Nou, laten we beginnen met een bolletje groen. Om het draakje van George te maken. Zo. Okay. Zo, dat is 1. Kijk, nu heb ik het draakje. Nu moet George natuurlijk nog een gezichtje krijgen. Daar doen wij een beetje rode klei. Samen met geel. En dan maken we daar het lichtroze gezichtje van George van. Kijk, zo. Als we het lang genoeg kneden, krijgen we een mooi roze gezichtje van George. Die stoppen we hierin. Zo. Zo. Dat is het gezichtje van George. En dan heeft George natuurlijk ook nog een broek aan. En dat wordt een blauwe broek. Zo, dan moet George nog een blauwe broek aan. Kijk, dit is groot genoeg, denk ik. Zo. Eens even kijken. Dan hebben wij hier. Hebben we George. Dan gaan we die er eens even uithalen. Zo, dan gaan we die er eens even uithalen. Kijk. Zo, een draakje. Kijk eens even. Dat is leuk. Dat is Little Brother George. Die zie je ook aan tafel. Met zijn draakje. Leuk, hè? Nou, die zetten we hier neer zo. Leggen we hier neer zo. Kan je hem goed zien nog? Nee, zo beter. Zo. Zullen we nu Peppa Pig gaan maken? Eens even kijken. Hé, kijk eens. Daar hebben we Peppa Pig. Daar pakken wij roze klei. Die had ik al gemaakt. Pakken we roze klei. Zo. Okay. En wat voor kleur jurkje heeft ze aan? Juist, rood jurkje. Zo. Zo, die hebben we ook gevuld. Nu gaan we Peppa eruit halen. Even kijken. Hey, daar hebben we Peppa Pig. Die is mooi. Kijk eens even. Hallo. Dus hebben we hier Little Brother George. Hebben we hier George.
En dan hebben we hier Peppa. Dat is leuk. En zullen we er nog eentje gaan maken? Eens even kijken. Zoe Zebra, die is ook leuk. Wat zullen we daarmee doen? Zullen we daar een geel gezichtje van maken? En een blauw jurkje? Dat gele. En geen witte kleding helaas. Zo. Ik ben ook zo benieuwd hoe het eruit gaat zien. Zo, even kijken. Nou. Hey, dat is leuk. Kijk eens even. Zo'n zebra. Dat is mooi. Ik kan zo gaan spelen met Peppa. Kijk nou, drie figuurtjes. Dat is leuk. Zullen we nu ook lekkere fruitjes gaan maken? Bijvoorbeeld de druifjes. Wat rood. Rood pakken. Zo. En dan nog groen voor het steeltje. Nou, dan gaan we dit eruit halen. Dan moeten jullie eens even kijken. Hé, dat is mooi. Kijk, is een echte tros met druifjes. Dat is leuk. Die kunnen ze gaan eten. Kijk eens jongens, ga dat maar eten. Lekker hè. Zullen we nog een stukje fruit maken? De ananas. Laten we lekker de ananas gaan maken. Hele klei voor nodig. En dan weer groen voor de blaadjes van de ananas. Zo. Even drukken. Dan trekken we hem eruit. Kijk eens even. Dat is leuk. En in de doos hebben we nog een schaar. Dan kunnen we zo de randjes even er goed af. Dat is mooi. Zo hebben we een ananas. Kijk eens. Zoe Zebra. Een ananas. Nou, gaan we nog iets moois maken. We kunnen nog wel een appel maken. En dan gaan we geen rode appel maken, maar een groene appel. Dat is ook lekker, want niet alle appels zijn rood. Zoals hier heb je natuurlijk een rode appel. Maar dan gaan wij een groene appel maken. Let op. Dat kan ook gewoon. Kijk eens wat mooi. Dan knippen we dit eraf. Zo. Knippen we dit eraf. Zo. Kijk, dan heb je hier het steeltje. En een mooie appel. Die zetten we hier bij George neer.
Nou, dan hebben we al veel stukjes fruit. Gaan we nog één sinaasappel maken. Gele sinaasappel. Oké. Kijk eens, daar hebben we de sinaasappel. Knippen we de randjes om weg. Kijk eens, dan hebben we een mooie sinaasappel. Zo, die zetten we daar ook neer. Nou, volgende week gaan we weer wat leuks uitpakken. Dus blijf kijken. Als je ons kanaal leuk vindt, abonneer je op ons kanaal door op het rode knopje te drukken. En dan zie je elke keer als wij weer een nieuwe video hebben. Oké, doei!